Namens de hele Nederlandse regering, welkom bij Vlog 22. Mark, je bent in Rotterdam vandaag. Ja, het is heel bijzonder. We zijn campagne aan het voeren, Vincent en ik, voor de statenverkiezingen. 20 maart. 20 maart. En we zijn er niet alleen. Hier, mensen schijnen jou hier te kennen. Ja, een enkeling. Maar ook hem wel, hoor. Ja, maar 20 maart zijn verkiezingen. En ik zou willen vragen, ga stemmen. Ja, ik ga zelf eens uit Holland op de VVD stemmen. Ja. Goede bereikbaarheid, een sterke economie, een veilige provincie. Morgen horen we in Rotterdam. Voldoende ruimte voor woningbouw, bedrijvigheid. En bouwen. Met andere woorden, stem VVD. Duidelijke taal. We gaan een potje campagne voeren, jongens. Pascal, waar gaan we het over hebben? We gaan het over de Provinciale Staten en de waterschappen te hebben. Dus eigenlijk, de waterschappen interesseren mij vooral. Dat is persoonlijk, omdat het over droge voeten gaat in Rotterdam. Lekker, hè? En daar ben ik van. Droge voeten en? Ja, natte palen, ja. Dus als je je huis gewoon een beetje overeind wil houden in Rotterdam, dan zullen we echt wat met het water moeten wat we om ons heen krijgen geslagen laatste jaar. Dag allemaal! Het is heel belangrijk dat we dus ook met waterschappen samenwerken en dus dat daar ook een stevige VVD staat. Lekker verhaal. Provincie, maar ik ben wel de VVD-lijsttrekker in de provincie. Ja, ook 20 maart, Provinciale Statenverkiezingen. Ja, 20 maart op woensdag. Hè, dus zet het in de agenda's. Iedereen heeft als goed een stemkaart gekregen. Niet alleen voor de provincie, ook voor de waterschappen. En via de provincie natuurlijk ook voor de Eerste Kamer. Dat want, waarom doen. Moeten we VVD stemmen deze keer? Nou, heel belangrijk. Er zijn heel veel Rotterdamse kandidaten ook op de lijst. Ja. Jeanette, Karima, heel veel goede kandidaten. Dus keuze genoeg. Want we moeten ook blijven investeren in mobiliteit. Ik sta de hele tijd in de file hier. De stad ligt open. Tunnels zitten dicht. Iedere dag files. Dat is natuurlijk vreselijk vervelend. Ja. En we moeten meer investeren in OV. Beter OV. Meer doen voor de fiets. Maar ook voor de auto. Heel veel partijen die zeggen, nou, niet meer investeren voor de auto. Nou, dat is gewoon niet goed. Ook blijven investeren. Ja, maar beter zorgen dat ze doorrijden. Joost. Wat zeg nou zelf? In een wereldstad als dit moet je toch een beetje kunnen doorrijden. Zo is dat. Zo ook beter voor het milieu. Hey, Jeanette. Ja. Jij bent de nummer 2 van de Provinciale Statenverkiezingen. Wij kennen jou natuurlijk als lijst. Jij was mijn voorganger. Ik was je voorganger en wethouder hier in Rotterdam geweest, juist. Natuurlijk. Jij bent zo Rotterdams als de Markthal, zou ik maar zeggen. Het, waar we net een campagne gaan voeren. Ja. En jij gaat nu Rotterdam naar de provincie brengen. Ja, en het is hartstikke mooi in de provincie. En Rotterdam is ook de provincie. Dus heel veel stemmen voor de VVD. Precies, dus. Hier. En hier. Ik kom uit Rotterdam. Nummer 2. En ik weet natuurlijk alles van de stad. Ja. Hè? Dus bouwen was jouw slogan. En bouwen. En de provincie gaat over waar er gebouwd moet worden. Dus als wij nou in Rotterdam mooi willen wonen... Moet ik wel zeggen, Jeanette zorgt echt voor het Rotterdamse belang in Den Haag. Waar het provinciehuis staat. Dus maar met een Rotterdams hart, hè? Met een groen-wit hart. Stem 19, woensdag 20 maart. Het staat met hoofdletters in de agenda. VVD nummer 2. VVD nummer 2. Zo, ik ben hier met Karima. Karima, jij bent kandidaat voor de Provinciale Staten in Zuid-Holland. Ja, daar ga ik voor. En hoe gaaf zou het zijn als het zou kunnen betekenen dat je straks misschien wat meer vervoer over water hebt. Dat je dus kan fietsen en niet zozeer in de metro hoeft te zitten of anders in de file. Ja. Daar gaan we voor. Ja. En het is de provincie waar Rotterdam ligt. Ja, absoluut. En daar woon en werk ik. En daar gaat mijn hartje ook sneller van kloppen. Het feit dat ik voor de Rotterdammer straks, hoop ik, in de provincie mag. Goud. En luister is radio. Rond een uurtje of 5, 6 krijg je het verkeersnieuws. Waar de files staan. Altijd is Rotterdam de zaak. Het kleurt helemaal rood. Elke dag rond Rotterdam. En daarom is het zo extreem belangrijk. Dat is maar één reden van de vele. Dat je dus op 20 maart, woensdag 20 maart, VVD moet zijn. Op Jeanette op nummer 2 of op Karima op nummer 4, want dat zijn Rotterdamse kandidaten die zorgen voor het Rotterdamse belang in Zuid-Holland. En voor het waterschap, joggezelschap. Joggezelschap. Samen met de gemeente en met bewoners gaan we stad en land beter beschermen tegen heftige weersomstandigheden. Daar sta ik voor. Geen twijfel over mogelijk. Nummer 1. Waterschap. Wat vind je van het waterschap? Spetterend. Alsjeblieft. Stem VVD.